Yes. Goedemiddag. Ik heb vandaag een woord voor jou. Denk jij dat God geen antwoord heeft op jouw vragen? God heeft antwoord op elke vraag die jij hem stelt. Op alles waar jij denkt dat jij geen antwoord krijgt, zal God jou antwoord geven. In het boek van Jeremia 43 vers 3 zegt, Jeremia, vraag mij wat er gaat gebeuren. Dan zal ik je antwoord geven. Ik ga je de belangrijke dingen vertellen. Dingen die mensen verborgen zijn en die jij ook niet weet. Als jouw vraag nog niet beantwoord is, geef niet op. Blijf vragen aan God. Hij zal je juist de antwoorden geven die men niet weet. Juist de dingen die jij niet denkt, daar denkt God aan. En Hij zal jouw antwoord geven. In tijden van nood, in tijden van ziekte, in tijden van problemen, Hij zal jouw antwoord geven. Daar waar de wereld geen antwoord op geeft, daar heeft God juist antwoord op. De vragen die de wereld niet kunnen beantwoorden door de maatschappij, door de politiek. God heeft antwoord op jouw vraag. God heeft antwoord op jouw vraag. En hiermee wil ik jullie bemoedigen.